Hallo, ik ben Ina. En ik ben Eline. En dit is Bedgeheim, een podcast van Flair. Dag Ina. Hey, dag Eline. Hallo. Alles goed? Ja, met jou? Ja, goed. Spannend, hè? Enorm. Ik ben blij dat jij het al zegt. Ik ben eigenlijk echt super zenuwachtig. Ik ook een beetje. Ik weet namelijk ook echt gewoon niet zo goed hoe we hier aan gaan beginnen. Onze allereerste podcast. Mm, spannend. Is, ja, toch? Oké, we zitten hier in een mooie setting. Maar ja, ik denk ook dat jij dat nog nooit hebt gedaan. Nee, ja, ook mijn eerste keer. Ja, ik ook niet echt. Dus ik wist ook totaal niet hoe dat we gingen beginnen. En ik dacht, we gaan dus elke week de bedgeheimen van iemand delen. Zoals de rubriek in Flair. Mm-hmm. En daar staan een aantal vraagjes in. Maar ene daarvan is sharing is caring. En ik dacht, aangezien dat wij met heel de wereld iedereen zijn bedgeheimen gaan delen. Heel de wereld, je ziet het groot. Ja, tuurlijk. Ja, ja, toch? We gaan dat hier toch go big or go home doen. Nee, wel. Ik dacht, als wij met heel de wereld iedereen zijn bedgeheimen gaan delen, is het misschien maar netjes dat we over onszelf ook af en toe iets delen. Mm-hmm. Dus ik heb iets meegebracht. Ben benieuwd. Een potje. De zotte vragenpot van de podcast. Daar zitten eigenlijk allemaal zo love-vraagjes in, die allemaal over een liefdesleven gaan. En ik dacht, als wij er nu elke week één en trekken en we beginnen onze podcast met we delen zelf een geheim van ons, dan is het misschien minder raar dat we daarna alle andere mensen hun geheimen ook gaan delen. Mag ik ook een joker inzetten als ik wil? Ja. één keer om de maand, als het een hele rare vraag is. Ja, oké. Okay. Maar jij moet ook antwoorden. Ja, ik ga ook antwoorden, beloofd. De eerste vraag is, wat is je favoriete plek om seks te hebben? Bij mij gewoon toch het bed eigenlijk, denk ik. Mm-hmm. Klinkt misschien saai, maar eigenlijk blijft dat toch gewoon de meest comfortabele plaats om seks te hebben. Ja, en dat is toch, ik vind dat niet saai. Dat is zo gewoon goed. Comfy. Ja, dat is gelijk missionarisch. Dat is ook helemaal niet saai. Dat is eigenlijk ook gewoon goed. Ja. Ik vind het bed ook echt wel tof. Je hebt daar ook gewoon het meeste plaats. Ik vind dat we dat ook echt terug sexy moeten maken of zo. Te zacht. Ja, en lakentjes. En achteraf kun je ineens een dutje doen als je wilt. Dus ik vind het niet saai. Maar als ik nu echt zelf mag kiezen, is voor mij alles zo in en rond water ook wel heel tof. Alleen, dat is niet als in de films, dat werkt wel niet. Nee, want je denkt dat je daar natter van wordt, maar eigenlijk in tegendeel. Totaal niet. Dus eigenlijk kun je helemaal niet zo goed seks in water, maar ik vind dat wel een heel opwindend, een heel opwindend idee. Dus ja, ik zou toch of water zo kiezen, ja. Ja, of de douche al. Dat is maar gemakkelijk. Goed, maar Eline, nu misschien genoeg over ons. Welk koppel heb je vandaag meegebracht? Een tof koppel, vind ik zelf. Mm-hmm. Volgens mij een case die heel herkenbaar gaat zijn voor veel mensen. Het koppel heet Ella en Ruben. Het zijn jonge twintigers. En wat leuk is, vind ik, is dat ze al heel lang samen zijn om nog zo jong te zijn. Ze waren al een koppel toen ze 16 waren. Mm, wauw. Ja, leuk hè. Maar dat wil dus ook zeggen dat ze elkaars eerste bedpartner waren en dus ook de enige. Dus de eerste en enige bedpartner voorlopig. En weet je of dat ze dan soms ook eens over iemand anders fantaseren bijvoorbeeld? Wel, dat komt niet echt naar boven in hun bedgeheimen. En wat ik ook wel leuk vind, is ik heb de indruk dat ze zich echt nog heel goed amuseren samen en dat ze veel experimenteren. Nu, er wordt wel eens gefantaseerd over bijvoorbeeld een trio. Ella droomt wel eens van een trio, maar geeft daar zelf ook bij aan dat dat ook echt wel een fantasie mag blijven. Ja. Dus ze heeft wel fantasieën. Fantasie, ja. Maar normaal schijnt volgens de seksuele. Helemaal normaal. Right. Maar er is toch één minpuntje dat ik uit een bedgeheimen haal. En daar wil ik het eigenlijk vandaag ook het liefst met jou over hebben. Ruben geeft eigenlijk aan dat ze de laatste tijd een beetje minder vaak vrijen dan vroeger. En hoe komt dat dan? Ja, wel, daar is eigenlijk een goede verklaring voor. Want zoals ik al zei, het zijn jonge twintigers. En Ella is net beginnen werken. Ze is afgestudeerd als verpleegkundige. En ze is dus nu net begonnen als verpleegster. En dat is wel een pittige job, denk ik. Ze werkt ook in shiften waarschijnlijk. Inderdaad. Ja. Dus ook heel logisch dat Ella dus regelmatig wat moer is als ze thuis is. En ze geeft zelf ook aan dat door die vermoeidheid dat ze wat minder zin heeft in seks. En daar wou ik het eigenlijk vandaag met jou ook over hebben. Hoe normaal is dat? Waarom kan dat wel eens voorkomen dat we wat minder zin hebben in seks? Want ik denk dat we dat allemaal herkennen. Sowieso. Maar ook, is er misschien toch iets dat we daaraan kunnen doen als we toch graag toch wat meer zouden vrijen? Ja, dat kunnen we zeker. En daar gaan we het dus nu over hebben.
Zoals vandaag al zei, redelijk herkenbaar scenario vind ik. Iets wat ik voor mezelf gewoon ook herken, is als je nu echt heel moe bent en in Ella's geval ja, een nieuwe job. Ik kan me perfect inbeelden dat je dan echt stiek kapot bent. Dat je dan dat seks dan eigenlijk gewoon ja, het laatste is waar dat je nog goesting en tijd voor hebt. Ja, en vaak ook als je zo weet van ah, mijn wekker gaat af binnen 6 uur. Dan denk je, ah, ik wil gewoon nog lang kunnen slapen. Ik wil nu niet nog 20 minuten of een half uur bezig zijn met andere dingen. Nee, zwaar. Dus ja, heel herkenbaar. Minder zin in seks van vermoeidheid. Voor mij persoonlijk ook bijvoorbeeld stress. Ja. Ook wel echt een trigger. Ja, en is ook wel bewezen als je veel stress hebt, dat je dan ook gewoon minder gevoelig bent voor seksuele prikkels en daar ook gewoon minder zin in hebt. Ja. En zijn er nog dingen waar dat zo heel herkenbaar zijn? Misschien andere redenen waarom dat je geen zin kunt hebben? Ja, ik denk bij vrouwen iets heel herkenbaar. Waarschijnlijk zo ja, de menstruatiecyclus. Zo, ja, rond je eisprong merk je dan misschien soms dat je meer zin hebt in seks. Ik kan daar nu eventjes niet over meespreken, want ik ben zwanger. Maar ook dat, hè, zo dat zwanger zijn, zo tijdens dat eerste trimester, ik was veel misselijk, heeft er ook wel voor gezorgd dat ik minder zin had. Ja. Misschien is dat iets dat jij ook wel merkt als je zo je maandstonden moet krijgen. Wel, dan kan ik zeggen, nee, ik heb hier niks te delen. Ik ben niet zwanger. Even voor de record. No stress. No stress. Nee, jawel. Meer dat je dat zei van je cyclus, valt mij een vraag. Ja, ik heb dat eigenlijk super hard. Ik heb heel lang de pil genomen. Mm-hmm. En doe dat nu al een tijdje niet meer. En ik merkte echt vanaf de eerste maand al dat ik geen pil niet meer nam, dat mijn zin in seks heel afhankelijk is van waar ik ben in mijn cyclus. Ja, want dat is ook gezegd van ik neem geen pil meer. Door die pil te nemen ja, worden die stijgingen en die dalingen in je hormonen minder of soms ja, zelfs helemaal, die zijn er gewoon soms helemaal niet meer. En rond uw eisprong is uw oestrogeen het hoogste, maar is er ook meer testosteron. Dat is eigenlijk, velen denken dat dat zo een typisch mannelijk hormoon is, maar eigenlijk is dat niet. En dat zijn wel de hormonen die ervoor zorgen dat we ons energieker voelen, dat we meer zin hebben in seks. Dus dat is helemaal niet zo raar dat je dan bijvoorbeeld op het moment dat je regels hebt, daar minder zin in hebt, omdat je oestrogeen en je testosteron dan weer lager is. Ja, ik merk vooral heel hard zo de 2 weken voor mijn eisprong, dan, maar ook zelfs fysiek. Mijn lichaam is echt precies meer ready to go of zo. Ja, ik ga het gewoon heel plastisch maken, maar je bent veel vochtiger heel de tijd precies. En na mijn eisprong is dat veel minder en dan ook mentaal veel minder. Mm-hmm. Maar, en zelfs, ik kan soms denk ik echt mijn lief ook echt aantrekkelijker vinden dan in die periode. Er is ook een biologische verklaring voor te vinden. Hè. Zo, de natuur vertelt u van eigenlijk is nu de moment om seks te hebben als je een kind wil maken. Dus ook om die redenen is dat. Ja. Maar dat is toch wel zot, want ik wil geen kinderen. En toch is mijn lichaam biologisch daar dan wel toch een beetje op ingesteld. Maar ja, die hormoonschommelingen blijven er natuurlijk zijn, of dat je nu kinderen wilt of niet. Ja. Dus we zijn nu vooral bezig over fysieke oorzaken, maar er zijn natuurlijk ook nog psychologische dingen die ervoor kunnen zorgen dat je minder zin hebt in seks. Als je bijvoorbeeld al negatieve ervaringen hebt meegemaakt, als het over seks gaat, dat zijn ook dingen die maken dat je minder zin hebt, omdat je bijvoorbeeld schrik hebt om weer pijn te hebben of om weer een negatieve ervaring Want dat lees ik soms ook al in het bedgeheim. Bijvoorbeeld dat een vorige relatie niet zo tof was of zo, mm-hmm. of dat er niet zoveel aandacht was voor, in dat geval de vrouw, haar plezier of zo. Dat ook wel iets is dat zo wat remmend kan werken. Ja, en dat het dan onzekerheden met zich meebrengt en dat je dan vanuit die onzekerheid eigenlijk ook minder zin hebt om er nog aan te beginnen. Ja, misschien ook nog interessant, zo het hele je zelfbeeld, je lichaamsbeeld, als je al niet goed in je vel zit. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld iets dat ik heel veel merk, is als ik mij keigoed voel, dan heb ik veel meer zin en ruimte ook voor sensualiteit of seksualiteit. Maar als je je crappy voelt in je eigen lichaam, ja, dan heb je natuurlijk ook geen zin om dat te gaan tentoonspreiden. Ja, zo. En dat is ook een beetje, denk ik, wat Ella zelf aan geeft, hè, van zo, ze is vermoeid door die job, ze heeft veel stress door die job. Dat zijn dingen waardoor je jezelf ook minder energiek voelt. En dat heeft dan een invloed op de zin die je nog hebt in seks. Ik denk dat ze dan s'avonds, als ze laat thuiskomt, liever gewoon in bed kruipt om te slapen dan in bed kruipt om nog te vrijen met haar lief. Absoluut. En inderdaad, in haar geval ook nog een fysiek zware job. Pittig. Ja. Maar, then again, is dat altijd een probleem? Soms kun je ook gewoon geen goesting hebben. Mm-hmm. En is dat ook oké? Ja, tuurlijk. Ik sta ook niet elke dag te springen om
pizza te gaan eten. Dus ik heb ook niet elke dag zin om seks te hebben. Dus tuurlijk is dat geen probleem en is dat ook normaal. Ook zeker specifiek in deze, in dit verhaal van Ella en Ruben. Zij zijn al samen sinds ze tieners waren. Dus in het begin is die verliefdheid ook nog heel sterk aanwezig en wil je fysiek heel dicht bij elkaar zijn. Maar na verloop van tijd in een relatie wordt dat vertrouwen en zo, komt dat wat meer naar de voorgrond. Maar die passie en die spanning verdwijnt dan ook wel. Dus ik denk dat dat wel in elk koppel gebeurt, dat er in het begin heel veel ruimte is voor, ik wil u bespringen en ik wil u alle hoeken van de kamer laten zien, maar dat dat na verloop van tijd gewoon minder wordt. En tuurlijk hoeft dat geen probleem te zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat dat toch vaak nog zo wat taboe is. Ook al weten we eigenlijk allemaal dat dat wel zo wat normaal is en ook verliefdheid verandert in graag zien. En toch blijf ik het gevoel hebben dat dat zo moeilijk is voor mensen om toe te geven dat het is wat minder nu. Ja, ik denk dat dat ook komt omdat we daar nog niet altijd open genoeg over praten. Of zo in de vriendengroep, dat daar ook nog niet altijd eerlijk over gepraat wordt. We krijgen heel veel cijfers van, en je moet zoveel keer per week seks hebben om een goed seksleven te hebben. Maar eigenlijk is die kwaliteit veel belangrijker dan de kwantiteit. En als iedereen daar gewoon eerlijk over zou zijn van, ja, maar mijn lief en ik, we hebben maar één keer per maand seks. Dat zou ook helpen om zo wat taboe te doorbreken. Ja, zeker wel. Want ik denk ook dikwijls dat je misschien denkt dat dat een probleem is. Zoals Ruben geeft aan, ja, we hebben nu wel een beetje minder seks. Nu, hij is begripvol, hè, in de bedgame. Mm-hmm. Merk ik wel dat hij het ook niet... Het is niet dat hem het gaat pushen of zo. Dus, maar hij merkt het wel op. Maar inderdaad, als we allemaal zouden weten van ja, die periodes die komen er bij iedereen, dan zouden we misschien ook veel minder schrik hebben dat dat echt een probleem gaat worden in je relatie. Mm-hmm. Dan weet je wel, ja, het komt ook wel terug goed. Ja. Het kan natuurlijk wel een probleem worden. Hè. Als dat nu iets is dat blijft aanslepen en als de ene wel echt meer seks wil, dan kan dat wel op relationeel vlak ook een probleem worden. Maar daar denk ik dat dan het belangrijkste is. Praat erover met elkaar. Het is ook normaal dat je niet altijd op dezelfde golflengte zit als het over seks gaat. Het zou heel toevallig zijn als je allebei altijd op hetzelfde moment net zin hebt in seks. Dus ook dat wat normaliseren. Zo van, het is ook niet erg als jij meer zin hebt dan ik. Maar het belangrijkste is dat we er wel een evenwicht in kunnen vinden en dat we erover kunnen praten, denk ik. Ja. En heb je nu zo... Want ja, dat vraag ik me dan af. Ik zou me niet zo supersnel zorgen maken als het een tijdje minder is. Maar hoe lang is zo te lang? Is er zo een periode waarop dat je denkt, oké, nu is misschien toch tijd om aan de alarmbel te trekken of zo? Goh, hangt er ook wel een beetje vanaf opnieuw wat zo de dynamiek in je relatie is. Want we praten er soms ook zo over alsof seks in iedereen zijn relatie een belangrijke plaats moet innemen. Maar dat is natuurlijk niet per se zo. Hecht je daar als koppel helemaal niet zoveel belang aan seksualiteit in je relatie? Hecht jullie veel meer belang aan gewoon de band die jullie hebben met elkaar, de manier waarop jullie met elkaar kunnen praten, dan ja, hoeft dat ook geen probleem te zijn als dat maanden uitblijft. Maar zoals ik hier net al zei, is er één iemand van de twee die wel zo denkt na een paar maanden van ja, waarom hebben we plots geen... Ja, of ook gewoon onzekerheid. Waarom, hè, van, ja. Is dat hier mijn schuld? Komt dat door mij dat we plots geen seks meer hebben? Dan opnieuw zo dat praten daarover is heel belangrijk. Ja, want dat lijkt me inderdaad ook... Ik pak nu meer zo de plaats in van oké, als je even minder zin hebt, dat moet kunnen. Maar ik kan me inderdaad inbeelden dat de persoon die bijvoorbeeld wel nog seks heeft, dat die inderdaad ook wel met vragen begint te zitten. Oké, bij Ella, zij geeft zelf heel duidelijk aan van ik ben gewoon heel moe de laatste tijd. Maar dat kan bij Ruben ook wel overkomen van ben ik plots niet meer aantrekkelijk of zit het niet meer goed tussen ons? Ja, want er verandert veel in hun leven. Hè. Ze gaan alle twee net werken en ja, ze komen school sweethearts. Dus dat is wel een heel ander leven. Er verandert wel meer natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat heeft ook een invloed op de manier waarop dat je seksleven invult. Ja. En volgens mij heb je dan soms zelfs niet eens door dat je misschien even daar minder op aan het focussen bent. Want ik vind het eigenlijk al knap dat Ella zelf al aangeeft van ja, ik merk wel dat er iets verschilt. Want ik denk dat je soms ook zo in de race kunt zitten in het leven dat je zelfs gewoon vergeet dat aspect er nog is. Ze zit daar zelfs ook al een stapje verder in, dat ze zelf ook wel al heeft onderzocht of daarover heeft nagedacht van hoe komt dat nu eigenlijk? En ze kan dat ook wel plaatsen van oké, ik heb een nieuwe job, ben moe, ik heb veel stress. En zolang dat ze dat dan ook gewoon communiceert naar Ruben toe van kijk, het ligt niet aan u, het is gewoon even veel, het is even druk, het is even wennen. Gaat er ook voor zorgen dat Ruben zich daar niet onzeker over hoeft te voelen.
praten, dat is belangrijk. Dat is een tip dat ook heel vaak terugkomt. Mm-hmm. Communicatie. Nu, ik vind dat soms... Allee, ik begrijp dat. Super belangrijk, maar dat is wel vaak makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Want voor ons bijvoorbeeld, ja, wij kunnen redelijk goed over seks praten met elkaar. Ik denk ook in onze relaties. Mm-hmm. Maar dat is wel echt niet altijd zo gemakkelijk. Nee, zelfs als je er redelijk makkelijk over kunt praten. Ik merk ook wel best in de petgeheimen dat zo dingen tegen elkaar zeggen nog altijd wel een drempel is. Mm-hmm. Dus, ja. Er zijn natuurlijk wel dingen die kunnen helpen om die stap wel te durven zetten om daarover te praten. Doet dat ook niet tussen de soep en de patatten. Als je zo weet van binnen 5 minuten moeten we naar familie vertrekken, neem daar een geschikt, rustig moment voor. Het hoeft ook niet altijd heel direct te zijn. Hè. Zo, soms kan het ook helpen om een film op te zetten en dan bijvoorbeeld door iets dat in die film gebeurt, zowel subtiel, zo aangeven van... Een podcast te luisteren in een auto. Ja. Of door te zeggen van, ja, een vriendin van mij of zo. Ja, asking for a friend. zo dat. En dan, als je dan wel die stap zet om erover te praten, doe dat dan ook gewoon op een positieve manier. Begin je partner niet te beschuldigen van, ja, jij hebt nooit meer zin meer. Maar probeer dan vanuit je ik meer zo wat te doen. Van, ja, ik heb het gevoel dat we misschien minder seks hebben. Dat komt minder beschuldigend over. Want bijvoorbeeld, ja, bij Ella, ja, ze is nu eenmaal moe. Het is niet echt haar schuld dat ze daar nu eventjes minder zin in heeft. Nee, inderdaad. En als je nu toch at some point dat gesprek hebt kunnen voeren, hè, stel dat je al zover zich geraakt, mm-hmm. Hoe begin je er dan terug aan? Hè? Want je hebt dan dat gesprek, it's out in the open, hè, we doen het wat minder. En eigenlijk willen we misschien wel meer terug iets doen, mm-hmm. dan moet daarom nog niet all the ways met toeters en bellen zijn. Ja, hoe krijg je dat terug in gang? Mm-hmm. Ja, dus eerste belangrijke stap is al gezet, dat praten. Als je daar al geraakt, denk ik dat je dan heb je al heel veel gedaan. maar ja, je moet dan inderdaad wel nog samen ertoe komen van oké, hoe gaan we dat hier nu weer laten werken? Mm-hmm. En ik denk dat een eerste belangrijke daarbij is van ja, zo zin hebben in seks, dat komt niet vanzelf. Heel veel mensen denken van ik heb hier ineens spontaan zin gekregen. Ja, dat is iets dat we ook heel hard toch uit films halen. Hè? Zo, dat goesting uit de lucht moet komen gevallen. Zo. Ja, terwijl altijd is er wel iets van een prikkel geweest of zo, onbewust vaak. Een beeld dat u is gepasseerd of iets, uw lief dat u op een bepaalde plek heeft aangeraakt of zo. Die seksuele prikkels zijn voor iedereen anders, maar die zijn wel echt belangrijk om zin te krijgen. Dus ik denk dat die mindset al een belangrijke is dat je zo... Ja, want je moet daar wel voor openstaan. Ja, want er kan op zich superveel sexy rondom u gebeuren, maar als je er niet voor openstaat, ja, dan komt dat ook wel niet binnen. Ja, dat. Dus eerst, je moet ervoor openstaan en dan moet je natuurlijk nog beslissen van wil ik daar nu iets mee doen of niet. Maar ik denk dat die mindset gewoon van het is niet omdat ik nu nog geen zin heb dat ik er geen kan krijgen, dat dat ook wel een belangrijke is. Van, en als je daar dan elkaar wel in kent van ik weet wat mijn lief opwindend vindt en omgekeerd weet die dat ook van mij, dat je dan al heel ver staat. Ja, ja en dat hoeft dan allemaal niet. Want dan denk ik dikwijls, ja, ik denk dat vaak dat mensen zo denken, dan gaan we porno kijken of zo. Maar ik denk dat... volgens mij is het heel belangrijk om een heel aantal stappen terug te pakken. Mm. En bijvoorbeeld, iets dat ik merk is bijvoorbeeld, laten we tafel eens echt goed opdekken en gezellig op het gemakje eten en echt genieten van je eten. Dat zo je zintuigen gewoon al terug meer gebruiken. Dat vaak voor mij opwindender is dan porno opzetten of zo. Ja, en ook zo gewoon de setting, zo de mood wat... zo in de mood komen, dingen creëren om zin te krijgen. Maar zoals ik al zei, ja, bij u kan dat dan inderdaad zijn zo een gezellige sfeer, samen lekker eten, daar onze tijd voor nemen. Voor iemand anders kan dat dan een knuffel zijn of een massage. Voor Ella waren het voetmassages. Ah ja, kijk, bijvoorbeeld. Het wordt helemaal wild als voeten worden gemassageerd. Maar eigenlijk weten heel veel mensen niet wat dat precies voor hen is. Dus dat is wel een eerste belangrijke, dat je samen zo die zoektocht beleefd en op ontdekking gaat van wat werkt voor mij en wat werkt er voor mijn lief. Ja, en dat kan echt van alles zijn. Ja, en ja, bijvoorbeeld als je zoals koppel merkt van we zitten zo in de sleur of er is niet zoveel seks meer, er is natuurlijk niks mis mee om eens iets nieuws te proberen, zoals jij zei, die porno kijken of er is een seksspeeltje bijhalen, maar het hoeft niet
iets heel groots te zijn. En het hoeft ook niet per se penetratie te zijn. Het kan ook gewoon een leuk intiem moment zijn tussen jullie twee. En komt er meer, dan komt er meer. Maar komt er niet meer, is dat ook oké. Dat is iets wat ik merk met zo jarenlang de bedgeheimen te doen. Dat daar een hele grote evolutie in zit. In zin hebben in seks is niet per se zin hebben in penetratie. Ja. Zo, mensen hebben ondertussen echt wel door dat je kunt ook... ja, knuffelen of strelen of orale seks of zo. En daar mag het dan bij stoppen. Dat is ook al meer dan zin genoeg. Zo. Mm. Ja, dat is ook gewoon een volwaardig deel van je seksleven. Al die dingen. Dat is misschien iets voor de volgende podcast om het nog over te hebben. Wat ik nu vooral onthoud, is praten over seks. Daar zou de goesting van moeten krijgen. Maar ik zou heb jij meer goesting gekregen met hier over onze podcast? Het was onze eerste opname, dus het was wel een beetje vermoeiend, vond ik. Dus net zoals Ella heb ik door die vermoeidheid eigenlijk niet echt meer zin gekregen. Ik heb totaal geen goesting. Moesten jullie toch nog zin hebben in meer, dan zullen we een aantal interessante artikels op Flair linken in onze show notes. Ja, en we zijn ook heel benieuwd naar wat jullie ervan vonden en of jullie nog tips hebben om met ons te delen. Dus reageer gerust in de comments en tot de volgende keer. Bye bye!